Kennis is een maat voor welvaart. Sedert 2008 leven we in een kenniseconomie waarbij kennis grondstof is. Dit zei de heer Erik Pannevlek, chairman van PGM Capital, dinsdagavond tijdens een meeting van de Kenniskring Suriname in het Lalaroek-gebouw. Het thema die avond was Suriname Gloom, Boom or Doom, the End of the Commodities Supercycle. Sinds 2008 is ook de Service Society tot een einde gekomen. Sinds 2008 leven wij in de kenniseconomie, waarbij kennis grondstof is. Dus kennis is een maat voor welvaart, niet meer olie of zink of aluminium, maar kennis. Want kennis kan je ook vermenigvuldigen. Je kan geen hocus pocus en olie vermenigvuldigen. Als ik een goede patent heb ontwikkeld, of ik heb een goede akte of een goed advies heb ontwikkeld, kan ik hem 1 miljoen keer verkopen. Dat kan ik niet doen met 1 kubieke meter ijzer. Iedereen praat over de prijs van olie, van bauxiet. Wat about de prijs van je hersens? Wat about als je eens bent met het plaatje van het professor van Bangalore, dan is de koers van je valuta, je economische groei, niet geen relatie met de prijs van geen enkele grondstof. Kijk maar naar Abu Dhabi, Dubai en Qatar. Ik heb net gisteren gelezen dat in Dubai men vorig jaar 76 miljoen passagiers hebben gekend. De economie van Dubai, olieland. De heer Pannevlek stelde verder dat de mens een productiemiddel is. Daarom is healthcare in een land belangrijk. In de huidige knowledge age, de basis ervan is education. Healthcare, waarom is healthcare zo belangrijk? De mens is productiemiddel. Dat betekent zijn levensverwachting, zijn gezondheid. Hoe gezonder hij is, hoe langer hij leeft. Hoe langer een leven stuurt dat die productiemiddel mens heeft. Heel en heel belangrijk, goed bestuur. Als we over goed bestuur praten, denken wij meestal naar landelijk bestuur. Nee, goed bestuur begint thuis. Want de leiders van jouw landelijk of business waar jij niet happy mee bent, die zijn gevormd door een paar ouders. Dus goed bestuur begint thuis. Om goed bestuur te kunnen doen thuis, waarbij je de leaders thuis creëert, is er ook education vanuit de roots nodig. En in de wereld waarbij dus een kenniseconomie is, entrepreneurship, creativiteit, vervangt entitlement. In de jaren 2000 heb ik ooit de regering geadviseerd en toen hadden ze het over zelfredzaamheid in plaats van verzorgingsstaat. Men praat niet over samenredzaamheid. Of zoals Covey zegt, van dependence to independence to interdependence. En dan logistiek. Want alles wat je doet en je creativiteit over je producten en diensten van de ene punt naar de andere te krijgen. Nu gaan wij naar de top, naar de regio. Dit is de top. Dit is dan de ranking, op welke positie staan ze. En dit is dan de life expectancy. Dit is de bodem. Dit is de link. Wat zie je weer hier? De slechtste van de top met de beste van de bodem. Hoeveel investeringen zal een Haiti krijgen? Gaat jij investeren in een land waarbij de mens grondstof is? Waar de levensexpectancy 63 jaar is? Absoluut niet. Want jouw return of investment is klein. Tijdens de presentatie ging de heer Pannevlek ook in op de Regional Transparency and Integrity Ranking. En nu gaan we naar de regio kijken. En nu ga je iets zien die een beetje schrikbarend is. Want voor het eerst zal de linkerkolom niet vol zijn. Ja, alleen maar 3.
Waarom? Want als 55 punten 5,5 is, kan ik niet lager gaan. Ik kan je geen groen cijfer geven met 30 punten, toch? Daarom hebben we alleen maar 3. De andere kant. Dat is dan de score en de ranking. Terwijl jij dit kent, denk erom. Maar meneer Bien, we praten nu over de grondstof van de 21ste eeuw. De mens. Dat is die link. Ook de Doing Business Ranking kwam aan de orde. De laatste data zijn wel van juli 2015. Je ziet dezelfde landen meer in de top 10. Nu gaan we naar de regio. En ook hier moet ik jammer genoeg het linker kolom niet helemaal opvullen, want als er 180 landen zijn, en dan moet ik dan ophouden bij 5,5. Oké? En hier bij de regio zijn er geen landen. World Bank doet geen research voor landen die deel zijn van een ander land. Dus je vindt geen Cayman Islands, je vindt geen Curaçao, want die zitten in die van Nederland. Dus je vindt alleen maar onafhankelijke landen. Hij houdt op bij Sint Lucia. Daaronder is het wel in de top 10, maar het is onvoldoende. Dit is de bodem. Volgens de heer Panaflek zal Venezuela het eerstvolgend land zijn in onze regio die failliet zal gaan. Puerto Rico heeft vorige week default on its obligatie. De volgende die failliet zal gaan in onze regio is Venezuela. Venezuela heeft 125 miljard aan obligatie die in de komende 5 maanden zal maturen. Tot nu toe wist Venezuela die obligaties te betalen met goud. Er is niet genoeg goud in Venezuela om die 125 miljard te betalen.